vloer. Het is één van de grootste sportevenementen ooit in Nederland. En Gelderland is het bruisende middelpunt. Alle 24 buitenlandse teams verblijven in Gelderse gemeenten en talloze vrijwilligers staan voor ze klaar. Het WK Volleybal 2022. We gaan natuurlijk voor China. We hebben wel best wel veel geluid gemaakt hoor. China, tjajo! We gaan ook al Nederlands liedje. Olé, 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 olé. Dat doen wij ook. Ja, wij zijn hier deze ochtend bij de ouderen die hier wonen om koffie te brengen en even een gezellig praatje te maken met ze. Alsjeblieft. Hier de dag van de eenzaamheid. Ook geweldig dat de topspeelsters van Team NL hier de tijd nemen. Terwijl ze eigenlijk natuurlijk in een wereldkampioenschap zitten. Ja, dat is gewoon mooi. Daar ben je gewoon trots op. Eenzaamheid is natuurlijk niet wat je wil als je zo oud bent. Dus ik denk dat het mooi is dat wij dan ook nu even bij hun langs kunnen komen. Dat het echt heel goed is. Dat ze een beetje aandacht krijgen. Dat ze voelen dat ze nog onder de mensen zijn. Ja, ik denk dat het hartstikke goed is dat ze dat doen. Even lekker warm worden! Ja, nou, we hadden vanochtend even een vrije ochtend en we gaan vanmiddag pas trainen. Dus dat was in principe wel oké. We zijn ook even de deur uit, want anders dan is het altijd maar hetzelfde. Heel goed, nog drie. Dan zie je wat er nog meer gebeurt naast het WK. En ook dat het echt ook wel heel erg leeft hier. Even lekker weer wat andere mensen te zien dan alleen maar je teamgenoten. Ze zijn ook hartstikke lief voor me op een gegeven moment. Ja, het was echt leuk even. Ik vond het ook echt leuk dat ze wat meededen met bewegen en dat soort dingen. Leuk om te zien dat ze ook zo enthousiast zijn dat wij bij ze langskomen. En dat wordt denk ik wel gewaardeerd. Ja, ik vind dit wel echt een heel mooi initiatief eigenlijk. Ja. Nou, we zijn een week bezig. De meiden zijn door naar de volgende ronde samen met België en Italië. Morgen Puerto Rico tegen Kenia. Die gaan bepalen welke als vierde team meegaat. Ja, dat is allemaal belangrijk. Volgende week wordt er bepaald wie er naar de kwartfinale gaat. En daar zijn we in ieder geval voorlopig nog bij. Dat zijn helaas lagere bedragen dan in het voetbal. Want daar zijn de bedragen absurd natuurlijk. Maar de beste volleyballer ter wereld die zal een miljoen, anderhalf miljoen euro verdienen op jaarbasis. Dus dat zijn serieuze bedragen. Als je wat minder goed bent, dan ga je in enkele tonnen. Ja, dan gaat het naar beneden. Dus ja, je kan er goed van leven als je goed bent. Ik kon er net van leven en ik heb er daarnaast keurig mee kunnen studeren. En dat is me goed afgegaan en ik ben uiteindelijk goed terechtgekomen. Dat is ook, kan je het zeggen. Ik heb er geen huis in Italië aan overgehouden, nee, nee. Ik denk wel dat het een lijn is die best wel eigenlijk belangrijk is. Ja, het kan echt een extra wapen zijn om ook goed aan te kunnen vallen van achter die lijn. Het veld is 9 meter bij 9 meter. Achter het net ligt de 3 meter lijn en die zorgt voor de scheiding tussen het voor- en achterveld. Als je in het achterveld staat mag je alleen achter de 3 meter lijn aanvallen. Dan mag je dus niet bij het net komen. Je moet afzetten voor de lijn. Maar je mag wel landen in het voorveld. Dus je kan, als je de bal een beetje in de 3 meter speelt, kan je wel naar de bal toe vliegen. Die zetten dan echt hier af en dan vliegen ze echt en dan landen ze gewoon hier. Een voetfout bij de 3 meter lijn gebeurt best snel, want je mag hem dus helemaal niet aanraken. Al raak je met je kleine tenen deel van de lijn aan, is het al fout. Ja. En als je in je aanloop bent, kijk je ook eigenlijk niet naar de grond waar je afzet. Dus het gebeurt best vaak dat je net iets op de lijn afzet. Het is echt een beetje op gevoel. Nou, als het meerdere keren achter elkaar gebeurt, dan wordt het wel frustrerend. Als het één keer gebeurt, ja, het is wel jammer natuurlijk als het echt een mooie aanval was. Maar soms op training heb je zo'n dag dat je echt 5 keer op die lijn stapt. Nou, dan denk je wel eens, nou, kan hier niet een stukje verder. Nee. Are you ready for tonight, Jill? Yes, 1,000,000%. Nou, goedemorgen. Ik loop op Papendal. Kijk, hier mogen we zo gezellig gaan trainen. Mensen denken altijd in het volleybal
topsport. Dat spannend en zo. Maar uiteindelijk is het gewoon eten, slaap, trainen. Daar gaan we. Nou, Rianne, tel even. Ja, ik ben dus verantwoordelijk voor de videoanalyse. En ook voorafgaand aan een wedstrijd verzamel ik heel veel beelden. Per speelster hou ik bij welke richting ze slaat per aanvalscombinatie. Nou, eigenlijk weet jij als beste van ons allemaal wat alle tegenstanders doen en wat voor combinaties ze spelen. Ja, ik weet wel veel van de tegenstanders, ja. Wij spelen vanavond tegen België. Heel leuk, toch onze zuiderburen. En veel bekende gezichten aan de andere kant van het net. En ook toch altijd een ploeg die het goed doet. En toch wel lastig is om tegen te spelen. Omdat ze heel hard werken, heel veel verdedigen. Dus wordt een mooi potje, denk ik. Hey Jolien. Showtime. Ja, ben je klaar voor vanavond? Ja, helemaal. Wat? Belgen, pakken. Ja, voel je spanning in het team? Of is iedereen gewoon lekker ontspannen? Gewoon lekker, iedereen heeft zin in. Iedereen weet dat het volle pak wordt vanavond. Leuk. Ja, wat genieten. Ja. Oké, okay, ja, mooi. Ik ben vandaag ballenmeisje bij de wedstrijd Italië tegen Kenia. Ja, heel erg vet. Vooral zin in eigenlijk. Hallo allemaal. Hier is de nieuwe groep. Welkom. Alpkliniek gevolgd. Ja. Mooi. Nou, hier vindt een introductiekliniek plaats van 3 uurtjes. Waarbij ze ons voorbereiden op het WK als ballenkind. Je moet luisteren naar de scheidsrechter. Dan ga je vliegensvlug dwars door het veld weer hier naartoe. Iets meer vanuit je nek een stuit maken. Ik heb het ook een keer eerder gedaan bij de EK en toen was ik 13 jaar. Dat was een ervaring om nooit te vergeten. En ik heb op sociale media gezien dat we nog kinderen nodig hadden. En ik voelde nog net tussen de leeftijd. Ik dacht, ik moet mijn laatste kans pakken. De bal aangooien? Ja. Jullie twee, oké. Okay. En dan hebben we nog 3 mensen. Nee. Ik doe ook ballen aangooien. Dan ben je toch in één keer echt binnen en dan zie je alles. En zo groot en het ziet er heel vet uit. Ik krijg het er meteen helemaal zin in om te beginnen. Alles is duidelijk voor iedereen, geen miscommunicatie. 5, 4, 3, 2, 1, start the game. Het hele veld in de gaten houden, alle andere kinderen, terwijl er zoveel leuks om je heen gebeurt, dat is toch wel het lastigste. Zij is helemaal niet gespannen. Zij niet, ik meer dan zij. Zij doet heel goed en zij volleybalt heel goed en ja, ik ben trots. Ik speel zelf al best wel lang, dus het is echt mijn eerste prioriteit. Het zou echt te gek zijn als ik daar over een paar jaar sta en andere kinderen voor mij de ballen moeten aangooien. We came here just to see Gabi playing. Because she's the best player in Brazil. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door CNV Vakmensen, de teamplayer op elke werkvloer.